We zijn aangekomen op het moment dat we gaan zoeken. Zoeken kun je direct doen op je homepage door in de zoekbalk de term in te vullen waar je op wil zoeken. Ik wil iets vinden over dierentuinen en specifiek over Artis. Ik vul in Artis en ik zie dat de zoekmachine automatisch mijn zoekterm probeert aan te vullen. En dat kan soms handig zijn. En nu ga ik naar Artis. Ik klik op zoek en ik duik in alle verschillende archieven en bronnenbanken. De resultaten zijn hier in beeld. Dit is het aantal, 513 resultaten heb ik gevonden over Artis. En dat zijn allerlei verschillende soorten bronnen. Dat zijn videobronnen te zien aan dit icoon, tekstbronnen te zien aan dit icoon en foto's te zien aan dit icoon. Links onder in beeld zie je de bronnenbank waar het uitkomt en de datum daarnaast. Als ik mijn resultaten wil verfijnen, kan ik in deze balk kiezen voor welke soort bronnen ik naar boven wil halen. Nu heb ik ze dus allemaal, maar ik kan er ook voor kiezen om alleen de foto's te zien. Dan klik ik op plaatjes, hou ik er 459 over. Bij het openen van een bron. Nou, ik zal het eens laten zien. Hier heb ik een bron geopend. Dit is een foto van het Nationaal Archief. Zie ik hier een beschrijving naast staan. En zie ik alle informatie over de datum. Wil ik weer terug naar mijn zoekresultaten, klik ik op terug en ga ik weer op terug. Terug naar alle types en ik ben weer bij al mijn bronnen aangekomen.